net terug van het Amazonegebied. En nu zijn we hier. In Papua-Nieuw-Guinea. En wij zijn niet zomaar hier. In Papua-Nieuw-Guinea. Wij, als grote expeditieleiders, zijn gevraagd. Want wij zijn de allerbeste expeditieleider van de hele wereld. Ja, echt waar. En dat gaan wij bewijzen. Wij zijn hier vaderlijk. Wij zijn hier namelijk niet zomaar. Wij zijn hier met een speciale missie. Wat heb je daar, Kaat? Nou, wat ik hier heb, is een brief. En dat is echt waar, die brief. Die komt van Barack Obama. Weet jullie hoe dat is? Wie is dat? Wie weet dat? Ja, heel goed. Dat is de president van Amerika. Die grote man uit het Witte Huis. Kun je even voorlezen wat erin staat? Nou, ik zal jullie eens vertellen. Maar dan moet je wel heel goed luisteren natuurlijk. Ja, het is in het Engels. Het is in het Engels. Best expedition leader. We need your help desperately. The jungle in Papua is beautiful and in great danger. And must be helped quickly before it's too late. Er staat, beste expeditieleiders, we hebben jullie hulp dringend nodig. De jungle in Papua is ontzettend mooi en in groot gevaar. En er moet zo snel mogelijk hulp komen voordat het te laat is. Oeh, dat klinkt wel heel erg spannend. Ja, inderdaad. Dus als ik het goed begrijp, moeten wij gaan onderzoeken wat er aan de hand is. Precies, dat begrijp je heel goed. Maar het probleem is, ze weten niet precies wat er aan de hand is. Dus dat moeten wij gaan onderzoeken. Nou, wij gaan nu onze tent opzetten. En dan horen jullie vanmiddag wat meer van ons. Is dat goed, Kaat? Hartstikke goed. We gaan snel aan de slag. Want het moet snel gebeuren voordat het te laat is. Goed zo. Tot straks. Tot straks.
Oeh, Jannie! Ja, niet! Niks gaan! Oh, fuck, dit is gaaf. Ja, nee! Ja, we moeten het moeten! Kom, stop nou! Ik ga het wel ook op. Ik zit niet! Neem de tijd, Desmond. Ja, ik neem de tijd. Alle tijd. Maar nou heb je het, nou mocht je van mij wel komen, dan moet je ook wel af, hè? Laat ze nu af, jongen. Yeah! Alrighty, meisje. Netjes. Zo zijn ze. Jullie hebben als team goed gedaan. Dat kan wel, dat dacht ik. Oké, okay, nou. Niks getal horen, dat is veel beter. Neem de tijd, hè. Yeah! Ik denk A. Een goede schutkleur. Ja, wat zijn er nog meer voor? Hij kan ook langs de bomen schuren, maar het is een soort van kat is, hè? Ja, dat vind ik klein. Jullie weten inmiddels dat het zonnebeeld gestolen is. Ja, en als het beeld niet heel snel gevonden wordt, dan sterven alle dieren en alle planten in de jungle. Hebben jullie al goed gezocht? Nee? Het is belangrijk. Wat zeg je? Spelletjes doen. Ja, maar dat beeld is veel belangrijker. Wat hebben jullie allemaal gedaan vandaag? Zeg het maar. Ik snap er helemaal niks van. Ik zeg nog zo. Wacht nou op mij. Jacqueline. Ik snap er helemaal niks van. Wat er aan de hand is. Zoals ik jullie hoor, is Jacqueline meegenomen door de grote Ashibaba-aap. En er kwam nog iemand achteraan. En ik denk dat ik hem maar eens moet gaan zoeken. Wat denken jullie? Wat denk jij? Wat denk jij? Ja. Heel snel? Nog sneller? Alles snel? Oh, dan gaan we gaan zoeken, want dat is niet goed. Dat is niet goed. De expeditieleider, die kreeg een slecht bericht van president Obama, die heeft ermee gelicht dat het slecht gaat met de jungle van het mooie Papua. Het is een heel ziek oerwoud, op dood en sterven na. Gebruik je oren om te horen en je ogen om te zien. Je neus is om te ruiken en te snuiven. Thank you.
Nou, zo te zien proberen ze hard te genezen. Maar ik denk dat wij ook verder moeten met ons eigen programma. Want op het bedaf staan voor de onderbouw al spelletjes te wachten. Sterven. Zonnebeer! Zonnebeer!
Maar gestolen? Door de apen! Door de apen! Ja! En daarom gaat het zo slecht met de jungle! Ja, wat nu? Ik... Kijk eens! Staat er wel leuk, hè? Zo! Het is wel een beetje een gekke vent, hè? Oh, gaat een beetje snel. Ja. Baloo. Ja, Baloo. Ja. Ja, maar ik moet gaan zoeken naar het zonnebeeld. En Kaat. Kaat is kwijt. Oh, niet zo gauw. Waar zie je dan? Ja, dat is wel een apenbeeld. Ja. Kaat. Ja, Kaat, kwijt. Ja, in de jungle. Het is mooi, volgens mij heeft hij zelf gemaakt. Jij, Baloo? Nou, kan die goed, hè? Ja, ik heb er wel vertrouwen in die man. Kaat? In de jungle. Ik blijf hier. Oh, ik blijf hier op de boom. Oh! Oh, ik snap het! Ik snap het! Ik moet mezelf beschermen tegen alle apen die hier rondlopen. Baloo? Jij gaat Kaat zoeken. Oké. Okay. Ja, dag! Dag! Ja, dit is een hele snelle danser. Ik ben vanmiddag nog even op pad geweest. En ik heb ook met een paar kinderen van jullie gesproken. Ja, op een liedje. En die vertelden mij van, goh, we hebben mee gezocht, maar we weten niet waar die is. Heb ik al een paar kinderen horen roepen. En ik heb een paar kinderen ook geroepen van, goh, misschien hebben de apen hem al meegenomen. Ik weet het niet meer hoor, maar er moet echt iets gebeuren, want hele de jungle breekt af en het is gewoon echt niet meer te doen. Oh, we moeten dat toch doen? Ja, het komt allemaal goed. En Jacqueline ben ik nog steeds kwijt. Oh, we moeten gewoon doorzetten. Even denken, wat heb ik ook alweer gedaan? Oh, ik heb vanmiddag... Oh, eens even. Ik heb vanmiddag nog even foto's gemaakt. En op die foto zag ik iets heel verdachts. Ik zal eens kijken of dat misschien het beeld kan zijn. Ik heb hier namelijk een foto. Ik heb heel veel mooie foto's van de jungle. Ik dacht, ik maak er maar een paar voordat het helemaal raar is. Zo ziet de jungle eruit. Ja, zie je hem niet zo heel goed. Maar ik heb één foto net afgedrukt. En ik keek heel goed. Hoe kan dat in de jungle? En dat is deze. Ja, je ziet het niet zo heel goed, want ja, in de jungle hebben we natuurlijk niet zo'n goede apparatuur dat we grote foto's kunnen maken. Maar ik zie, als ik heel goed kijk, wat zie je als je heel goed kijkt? Een aap. En wat zie je nog meer? Wat zie jij wat ik zie? Zie jij het ook? Nee? Zie jij het? Ja, het is een beetje een onduidelijke foto. Het is heel donker, maar ik zie hier. Kijk, ik zie een aap. En wat is dat? Ik denk, zullen we het eens aan Klikklak laten zien? Klikklak?
Kijk eens hier. Zou je het snappen? Zou je het snappen? Wat is het zonnebeeld? Wat is het zonnebeeld, jongens? Is het het zonnebeeld? Ik doe het zonnebeeld uit. Vanmiddag heeft al een kindje geprobeerd om aan hem duidelijk te maken waar Jacqueline is. Oh, zou hij het nou weten, denk je? Ja. Zal ik proberen? Ja. Waar is... Je weet het? Yes! Ik denk dat het allemaal goed komt. We gaan naar Jacqueline en we gaan naar het zonnebeeld. Bedankt voor het zoeken. Hartstikke goed. Ik breng het podium af en ga naar de hoek! Gebruik je oren om te horen en je ogen om te zien. Je neus is om te ruiken en te snuffelen misschien. Ja, ontzettend. Ja, inderdaad. Hebben jullie het allemaal gehoord? We hebben heel goed nieuws. Ontzettend goed nieuws. Kom maar mee. Kijk eens hier. Hier zijn twee kinderen van groep 8. En die hebben iets gevonden. Zeg het maar. We hebben het zonnebeeld gevonden. De zwarte is de slechte aap. Oei, oei. Daar moeten we echt iets aan gaan doen. Ja, wat moeten we nou met die aap gaan doen? Weet. Dood. Het is wel een slechte aap, maar dood maken? Dood maken. Dat is wel heel agressief, dood maken. Hey, hou anders eens het beeld omhoog. Hou hem eens omhoog, dat iedereen hem goed kan zien. Maak eens een rondje. En hou! Waar een trek! Kijk eens hoe blij dat je ze hebt gemaakt. Dat is goed. Wat tijd voor een vredendansje. Kom, vredendansje, jongens. La 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 la, la la. La. Kijk eens, en hij past precies. Allemaal applausje, kom op. Iedereen aan de kant, iedereen bukken, pas op! Pas op, hè? Pas op! We zullen er aan zijn! Hebben we hem! Hij is geraakt! Een blauw van mama Lou! Loslaat is wel heel gevaarlijk! Ja! De zwarte aap is neer! We laten hem dadelijk met de jeep nemen we mee naar de andere kant van de jungle. Hij is daar toch helemaal knock-out? Nee, niet in het vuur. Nou goed, hij ligt daar nog lekker goed. Die andere aap houdt er wel bij. Dan pakken we hem dadelijk wel op met de jeep. Vinden jullie dat goed? Ja? Oké, jongens. Gaan we dat doen. Kom. Dat doen we. Ja, Ariel. Ariel, die wil dan in.
Ik ga ze door de tennis gaan afbreken. Ja, dat lijkt me een goed idee. We moeten opschieten, want het vliegtuig gaat vanavond al. Ja, precies. Nou, we beginnen bij de haringen. Hey Kaat, ik ga het hier wel echt ontzettend missen, weet je dat? Ja, ik ook natuurlijk ontzettend. Ik bedoel, ik hou van die jungle, maar oh, weet je wat? Ik ben zo blij dat het is gelukt. Ik had het nooit meer verwacht. De jungle was al zo ver heen. En nou is het gelukt en Obama is blij. En oh, het volk van Papua is zo blij. En we hebben het echt als expeditieleiders goed gedaan. En we hebben het natuurlijk nooit kunnen doen zonder de hulp van al deze lieve kinderen. Ja, maar het volk. Baloo! Ik heb Baloo zo ontzettend missen. Ja, dat geloof ik wel. Dat geloof ik. Kunnen we een weekje blijven of zo? Een weekje blijven? Het vliegtuig vertrekt vanavond, hè? Ja, maar... En die komt niet zomaar weer een keer terug. Weet je wel waar je het over hebt? Ja, maar dan zie ik het nooit meer. Je kunt toch niet in die jungle hier blijven? Ja, misschien is het wel de liefde van mijn leven. Ja, ik snap dat je verliefd bent op die knappe man, maar... Jij moet het zelf weten, maar... Je kan toch niet in die jungle blijven? We zijn hier toch klaar? Onze missie is gelukt. We horen hier niet thuis. Ja, ik weet het niet hoor. Misschien wil ik gewoon blijven. Misschien moet je maar eens een keer gewoon heel goed afscheid nemen van Baloo. Gewoon een beetje kussen, een beetje afscheid nemen. En dan kun je daarna gewoon lekker met de vinger in de oor naar huis. Ik wil het wel. Waar is je? Baloo? Baloo, waar ben je? Oh, daar is hij. Maar ik zal je even maar... Baloo! Oh, ik ben blij je weer te zien. Jacqueline, Baloo, Jacqueline. Ik ga vanavond weg. Ik ga weg. Jacqueline, Baloo, Baloo. Ja. Maar ik weet het niet, Baloo. En zij... Kaat. Jongens, wat moet ik nou doen? Kom. Naar de jungle. Met Nederland? Met Kaat mee? Vliegtuig? Hey Jacqueline! Rennen! Jacqueline! Ik mis de vliegtuig. Kaat, wat moet ik nou doen? Jacqueline, je moet zelf weten. Zelf bedenken wat het beste voor je is. Maar je moet wel opschieten, want ik wil het vliegtuig vanavond wel halen. Ja, dat snap ik. Ja, Baloo, ik denk erover na! Achter, hier de piemels komen. Goed even nadenken en je hart volgen. Ik ben benieuwd wat ze doet. En jij, wat denk jij? Ja jongens, ik ga er echt over nadenken hoor. Het is zo moeilijk, dat is de beslissing van mijn leven. Jullie denken dat ze blijft. Oh, dat Baloo mee moet gaan, dat is misschien ook een optie. Nou goed, we zullen zien. En Baloo natuurlijk. En
En wij zijn samen aangesloten. Zal ik met Balou gaan trouwen? En het feest is vanavond om 7 uur. En jullie zijn allemaal uitgenodigd. Er zijn wel enkele rituelen. Rituelen die bij de bruiloft... Goed, ik stop nu de camera. En jullie hebben net een dansje geleerd. Dan mogen jullie nou allemaal mee gaan dansen. Rituele wijze.
meisjes, de kindervakantieweek 2010 zit er alweer op. We hebben een hele leuke week gehad. Het was heel leuk om 3 dagen hier met z'n allen te timmeren, hutten te bouwen, spelletjes te doen. En bij die spelletjes en voor die hut hebben jullie ook punten gekregen. En natuurlijk hebben wij ook 2 groepjes die de winnaars zijn geworden. Eentje bij de onderbouw en eentje bij de bovenbouw. En bij de onderbouw is de winnaar geworden groepje 9. Groepje 24. De winnaars van de bovenbouw. En graag wil ik daarom ook een groot applaus voor de hoofdrolspelers, de bouwleiding, de vrijwilligers, de hulpouders, fanfare, EHBO, allemaal hartstikke bedankt. Maar alle kinderen die meegedaan hebben aan de kindervakantieweek mogen nog een sushi pakken. Daar bij de ingang bij de blokhut of hier bij het podium. En tot volgend jaar. Alles leeft onder dezelfde sterren. Eén huis, één hemel. Zwijgend oog in oog. Ongeschonden paradijs, door geen mens aangeraakt. In waardigheid, zo leven zij. Loop voorzichtig op de warme aarde. Eén huis, één hemelboog. Eén gezin, twee werelden. Staan zwijgend oog in oog.